Voor iedereen die de film heeft gezien en het echt een leuke film vindt, stem even op de Zapp Awards. Dat kan je doen onder de link hieronder voor de favoriete jeugdfilm. En wie weet jongens, komen we in de top 3 terecht. Nominatie in de top 10 is alweer hartstikke leuk. En de top 3 is ook natuurlijk hartstikke leuk. En misschien winnen we wel een award. Een winactie van Karin te spelen. Kom weer terug. Hier kon je zelf het al zijn. Een hele goeie. Morgen. Nou, weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn er. Familievloggers. En het is jawel dinsdagochtend. Kijk dan, het is buiten nog aardig donker. 7:45. Mama is nog even de haren en de make-up aan het doen. Ik kreeg alweer een berichtje dat Benno de glazenwasser bijna hier is. Die gaat papa weer helpen het hele huis poetsen en alle ramen poetsen. En goedemorgen, kijk eens. Heerlijk, ja. Het is nog nacht, hè? Nee hoor, het is 7:45. Nou, kinderen zitten lekker aan het ontbijt. Varen even haar yoghurtje met haar thee. En kijken vanavond gezellig met ons. Ja, deze schakelaar heeft een probleem. Die ziet niet meer dat je binnenkomt. Dus dan moet een nieuwe sensor schakelen op. Nou, mama neemt ook gelijk de boodschappentas mee. Want die gaat met Lucius even de boodschappen halen, kids. Ja. En dan brengen ze jullie naar school. Maar het regent, dus we gaan vandaag maar niet op de fiets. Niet op de fiets vandaag. Maar met de auto, hè. Nou, ik krijg Benno de glazen wassen. Ik ga alle ramen weer wassen, Lucilla. Dus dan moet je wel met Lucius op de hand op de rug houden. Dan blijven de ramen weer voor 8 weken schoon. Jullie veel plezier op school. En tot straks. High five. Mazzel. Ja, Lucie, high five. Mazzel. Hoi. High five. Lucie, high five. High five. Oh, high five. Ik heb wel een boek. Nee, die gaan we mama mee boodschap halen. Nu al high five, jongen. Jij ook heel veel plezier. Tot straks, hè. Zeg maar mazzel. Oh. Trek de jas aan om boven te gaan ramen wassen. En mama die gaat met Lucius de boodschappen halen. Ja, en de kinderen wegbrengen. Ga je mama goed helpen, vriend? Daar hadden we gisteren geen tijd meer voor. Nee. Dus vanochtend hadden de kinderen geen fruit. En ik heb geen tijd om mee te gaan, want ik ga nu de ramen wassen. Dus ik ga snel even boodschappen doen. Jullie eruit, Benno erin. Huh? Nou, tot straks, hè. Kijk, gelukkig weer hulp van Benno om het hele huis te gaan wassen. Vogelpoep van de muren te halen. De ramen weer goed schoon te maken. En daar is hij, hè. Daar is hij. Nou, top. Ik ga lekker buiten aan de slag met Benno. En Farah gaat de kinderen brengen en boodschappen halen. Hoi. Veel plezier, tot vanmiddag. Dank je. Nou, en 's morgens vroeg om 7:45 is de eerste visite, hè. Daar is Benno. Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen, man. Alles goed? Zeker. High five. Vind je te zien, joh. Ja, zeker. Tijd voor koffie? Altijd. Nou, mooi, hoor. Farah brengt de kids naar school en gaat boodschappen halen. Lekker. En dan gaan wij weer. Samen. Eerst even een koffie. Nee, gebak mag gebak niet. Had niet. Nieuwe nee, voornemens, hè. Maar goed, hè. Doen we niet meer. Doen we niet meer. Alleen maar water, thee en koffie. Goed daar. Net Luan, Lucilla en Luxie weggebracht naar school. Ik heb Lucius meegenomen, want die neem ik even mee met boodschappen doen. Zo. Nou, en een nieuwjaarsgroet van Woezel en Pip. In een voorjaarsoutfit, jongen. En een lekker bakje koffie. Op het nieuwe jaar, hè? Hoi, koffietijd. Heel goed idee, Benno. Laten we nu eens tegen de klok ingaan. Het is 8:30, nog donker buiten. Ja. We gaan gewoon binnen beginnen deze keer. Dat gaan we lekker doen. Beginnen we binnen en dan is het straks licht en dan gaan we naar buiten.
nog de was afmaken, want ook Gerard komt zo meteen nog weer voor de afstelling van de luchtwarmtepompen, voor de verwarming in het huis, als van het zwembad. Want als het dus te koud is, ja, wordt het zwembad niet warmer dan 25 graden. Maar daar moest weer wat op afstand worden, dus ik even hier wat alle was opvouwen, dat hij er zo meteen weer bij kan natuurlijk. Ik kan even alle was in de eerste kasten en lades terugleggen. Benno is alweer begonnen met het zwembad. En kijk dan. De gangdeuren. Wat zaten er een vingers op de ramen, Benno? Ah, geen beetje. Nou, weer met het hotelwagen te vol. Het schone was. Zitten we even naar de kledingkast eigenlijk. Ja, ja, dit was de beste Instagrammers. En misschien dit jaar wel de beste, leukste jeugdfilm. Is dat zijn? You never know. We never know. Maar even stemmen. Link staat onder de video. Jij vindt het in ieder geval de leukste jeugdfilm, hè? Ben nog even gestemd. Dankjewel, hè. Hey. Alle mandjes willen. Voor de nieuwe was. Kijk hem, daar is Benno. Jongen, alsof er geen glas in zit. Ja, dat klopt. Toen je ooit een deel zei, dat je gewoon fantastisch bent. Ja, dit beeld, hè. Nee, maar hoe doe jij, hè? Oh, is er echt waar? Ik word er verlegen van, dankjewel. Ja, goed, man. Want jij krijgt een compliment. En van mij krijg jij vandaag een schouderklopje. De wasman en de glazen man. Toch? Jo. Nou, en kijk. Ach, daar is Gerard. Goedemorgen, Gerard. Gelukkig nieuwjaar nog. Ja, ja. Nou, bedankt voor de afstelling maar weer. Ja, bedankt voor de koffie. En tot de volgende. Echt super fijn dat ze me in de winkel even gingen helpen met de car naar de auto rijden. En zelfs in de auto laden. Super lief. Het is namelijk weer een hele pil. Ik heb namelijk ook boodschappen gedaan voor de verjaardag van Lucilla. Ja, niet de verjaardag van Lucilla qua visite, maar vlaggetjes, ballonnetjes, tractaties. Ze gaan natuurlijk van de week ook trakteren in de nieuwe week weer. Ze is namelijk in de nieuwe week jarig. Gaan jullie volgende week allemaal zien, jongens. Maar vandaar dat ik ook nog even wat verjaardagsboodschapjes heb ingeslagen. En ja, nu hebben we alles binnen. En nu gaan we snel weer terug naar huis. Lucius die gaat zo lekker zijn slaapje doen. Hij werd aan het eind met het inpakken van de boodschappen werd hij een beetje mieperig. Dus ik heb hem net eerst nog even op de achterbank de borst gegeven. En dan is hij weer lekker rustig. Kan hij zo meteen weer lekker slapen. Ik kan even mooi de boodschappen even rustig uitpakken. Terwijl hij zijn ochtendslaapje weer lekker doet. Want dat is ook altijd weer een lekker klusje. En wie is er weer thuis? Mijn lieve Lucius, hé vriend. Ja, papa heeft alle was opgeruimd. En de nieuwe was die draait alweer. Ja, ging het goed, jongen. Dat man met de boodschappen halen. Ging het goed? Volgens mij, zeg maar, ik pak de bolderwagen, dan kunnen we even gaan kruien. Kijk, is het gelukt? Is het gelukt? Oh, daar is ze, kijk eens. Mama is zo stop. Nou, in de bollen kan je. Goh, ja, was hier. Lukt het een beetje? Ja, joh. Ja? Ze hebben van de winkel heel goed geholpen. Echt waar? Ze zijn helemaal meegegaan, zelfs dat busje om alles in de bus. Ja, ik was niet bij, hè. Dus... Top, dat is fijn. Nou, Lucius even sturen in de auto. Fijn weer thuis te zijn. Ga je auto rijden? Dat vindt hij mooi. Dat vindt hij mooi, ja, auto rijden, jongen. Nog even, dan ben je 18, vriend. Nog 17 jaartjes wachten, goed? 16,5 jaartjes wachten. Dan ben je 18. Ja, gaat snel genoeg, hè? Lucius gaat lekker slapen. En dan ga ik met Benno, als jij slaapt, de buitenkant wassen en de blauwe bus. En de zilveren bus mag ik gaan wassen. Want Benno zegt, hij gaat met de hand. Ja. En dan kan ik met het omozen laten. Ja. Lekker slapen, jongen. Wij gaan het huis, de ramen en de auto poetsen. En ik ben weer thuis, jongens. Lucius die is ondertussen lekker zijn slaapje aan het doen. Ik heb net de hele koelkast weer lekker schoongemaakt en uitgepakt. Kijk, dit is wat we nog hadden. Dus het was niet heel veel meer. Hier nog wat boter nog wel. En die toetje nog van vakantie. Nog wat biertjes, dat was nog van opa. Wat kruidenboter, wat jam. Hier nog wat dingen. Wel heel veel melk, maar voor de rest was het helemaal leeg. Dus weer lekker de boodschapjes in huis. Ik heb het even hier neergelegd. Mochten jullie het leuk vinden om te zien wat ik heb gekocht, dan kun je even kijken. Anders kun je doorspoelen. Maar ik denk, laat misschien maar eens even zien wat ik voor boodschappen in huis heb gehaald. Ik moet heel eerlijk zeggen, als we naar de bijkeuken kijken. Die heeft oma dus helemaal netjes opgeruimd. Super lief. Hebben we vaak nog heel veel dingen op voorraad wat houdbaarheidsdingen betreft. Zit op de polderkar. Kijk, dus dit zijn alle houdbaarheidsdingen. Nou, daar hebben we nog wel best wel wat dingetjes van. En hier pasta's en zo ook.
4. Lauwers heb ik trouwens wel nieuw gehaald. Dus heb ik net al neergelegd. Daaronder hebben we nog wat houdbare melk. Nog wat biertjes. Ook voor als Daniel met de buurman is of zo. Of als er visite is dat er een biertje in huis hebben. Hierboven ook nog allerlei dingen. Potjes. Sausjes. Dat staat hier allemaal. Jam. Appelmoes. Nou, dit soort tomatendingetjes. Dat staat dus allemaal hier. Dat is allemaal het houdbaarheid gebeuren. Dat koop ik dus niet iedere week overnieuw. Dat kan ik gewoon langer. Voor één keer koop ik dan wat meer in en dan zet ik het daarin. Maar dit is meer de vers gebeuren en zo. Dus ik ga jullie even laten zien. Hier hebben we de een chocolademelk. Had ik even meegenomen. Die wilden de kinderen laatst moeten. Dan had ik net geen chocolademelk meer. Chocolademelk. Yoghurt voor het ontbijt. En dan hier mayonaise en ketchup. Lekker prikdrinkje. En ook de lekkere sapjes. En dit is voor in de limonade siroop te maken, zeg maar. Dan hier het fruit, bananen, mandarijnen was 1 plus 1 gratis. Appels, frambozen, druiven, kiwis. Ik had nog de laatste aardbeien, zoals jullie zien. Deze meloen en deze, moet je kijken, zijn zoveel kleiner als dat ze in de zomer zijn. Omdat natuurlijk nu het seizoen eigenlijk niet van is. Maar goed, ze vinden het altijd wel lekker. Dus ik heb hem ook maar wel meegenomen. Poffertjes, pannenkoekjes voor als ze tussen de middag wat lekker willen eten. Honing, lekkere theetjes. Deze Turkse appelthee, die vinden we altijd heel erg lekker. En zoethoutthee heb ik meegenomen. Kruidenboter, kippenbouillon, kaas, brie. Dit kapelleen ben ik dus, ja, kom ik dan nu achter de boterhammenworst vergeten. Maar goed, is niet zo heel erg, want we hadden ook nog wel boterhammenworst. Mensen, was dat boterhammenworst? Hebben we dat gezien? Even kijken. Eén plakje lag er nog en dit is boterhammenworst. Kijk, dus dat hadden we toch nog. Een brood, ik heb ook nog wel brood in de vriezer, maar altijd weer een nieuw brood erbij. Crackers, muesli of krusli is dit en die cornflakes, worstenbroodjes. De koekjes, dus een beetje de snoeperij. Chippies, chocolaatjes, dropjes, snoepjes, koekjes. En deze vingers, die gaan altijd door als koek met lusjes. Dus die koop ik altijd wat meer in, want die kun je niet bij alle supermarkten kopen. Dan is Lucilla bijna jarig, dus ik dacht misschien voor haar verjaardag om te trakteren deze leuke regenboogmuffinkoekjes. Kun je van die leuke bloemetjes opdoen met van die botercrème erbij. Dit zijn hun verjaardagskaarten, omdat Luxie ook natuurlijk in de volgende maand jarig is, heb ik meteen even dubbel gekocht. Een 8-ballon, een 5-ballon. En nog andere leuke ballonnen om op te hangen voor als ze jarig zijn. Deze ballonnetjes van slingertjes. Kaarsjes, een 8 en een 5. En hier vaccinelichtjes. Vind ik ook nog heel erg fijn. Deze allesreinige doekjes, keukenreinige dingetjes. En dit is voor de vlekken uit te halen. Doekjes, snoetendoekjes. Mijn lampjes die waren een beetje op. Zoals deze bijvoorbeeld. Zit een hele felle in, zoals je ziet. Wil ik eigenlijk zo'n sfeerlichtje in hebben. Dus vandaar wat lampjes. Make-up gebeuren. En shampoos. Wc-papier. Doekjes. Nog een panty. Nagelschaartje. Veldje. Borstel. En pilletjes voor als ik hoofdpijn heb. Hier is al de groenten. De wortels. Dat is natuurlijk voor de konijnen. De andijven, spinazie. Paprika wortels. Persieboontjes, broccoli, tomaten, de snoeptomaatjes, aardappeltjes, aardappelfrietjes. Deze mix bij elkaar. Dus er zijn appelschijfjes en krieltjes. Boter, pitabroodjes met deze lekkere shawarma vlees van kip. En oh ja, de knakworstjes en shawarma, of knoflooksaus. En voor de rest heb ik nog vlees in de vriezer liggen. Kijk, dat ligt hier nog. Dus dat hoefden we deze week niet te kopen. En nu is het leuke klusje aangebroken om alles helemaal weer te selecteren en in de kasten en de koelkast te leggen. Kijk, deze beurs is echt weer even aan de poetsbeurt toe. Dus ik ga deze even lekker wassen. De zilveren beurs is volgens mij ook erg aan de poetsbeurt toe. Maar ik heb hier met de bladblazer ook al het blad uit de putten weggezogen. En is het hier allemaal opgespat. Dus hier is ook dit ook mee gepoetst. De garagedeur en de bussenpoets. En jij alles met de hand? Oh, met mijn handje, ja. Nou. Dat doe ik nu voor de operatie, want omdat nu lang niet meer kom hierna. Ja. Hij wordt geopereerd, dus ik moet hem 3 februari wordt je geopereerd aan de knie. Dan krijg ik een nieuwe knieprothese links. Krijgt hij nieuwe terminator knie. En dan krijgt Daniel vorige keer de app van de knie, zodat ik harder kan lopen hier. Oh, niet maar. Teamer, dan wordt hij, kan hij 100 worden met die terminator knie. Toch? Zeker. Top, man. Zo'n surfmast en dat glasfiber is soms wat hard in de handen. Ja, daar gaan we. Nou,
Nou, zo gaat de workout nog wel even door. Tada, kijk eens. De garage is weer helemaal schoon. En één tip, ik ga de volgende keer hier niet meer met de blazer door. Als het zo nat is. Want dan ben je een keer zo druk bezig om ook de garage schoon te maken. Nu is de bus aan de beurt. De schone zijkant. En eens kijken. Dit is nog de vieze andere kant. Verschil, hè? Ruikt goed, joh. Wat is dat? Dit is wat ik ook gedaan heb met de slofhorst. Ja, met die groene aanslag, hè? Die muur zie je, hè? Die ben ik helemaal ja. Wauw. Ik heb foto's van voor en na, die stuur ik jou. Ja, super, super. Ja, het is weer helemaal groen, joh. Ja. Elk jaar is alles weer groen. Zie je, niet alleen ramen was, maar dan vindt hij het ook weer mooi om dat groen er weer af te halen. Ja, want ik heb altijd mijn toverbusje bij mee. Tenminste, dat zegt Farah altijd, hoor. Ja, dat wil ik zeggen, ja. Ik heb het eerder gedaan al, voor op TKVN al. Oh, die geur, joh. Ja, ja. Ja, echt, hè? Ik ga de broodje nou, dus alles wat organisch en van natuurlijk op gaat door. De broodje eraf. En dan doe ik straks nog even met schoonwater als jij klaar bent. Super, hè? Spoel ik in mijn schoonwater nog even door. Ja, ja, dat is heel ja. Groen hier. Benno knows best. Super, dankjewel man. Ik ben altijd bezig, hè? Ja, heerlijk toch? Ja, ja. Ja, in de buitenlucht. Ik ga de zilveren bus doen. Super, dus nu even niet op lopen? Nee, ga ik niet doen. Ik spoel vast na. Super, ja? Tot zo. Even wat later, maar we moeten kijken. Wauw, strak joh. Strak, en deze ook helemaal. Dat ruikt niet zo lekker, hè? Ja. Ruikt hier een openluchtbad. Openluchtbad, zeker. Heerlijk man. Nou, ik ga nu nog even de zilveren bus wassen. En nog even de... witte camper. En dan is het weer allemaal schoon. Zit er even op. Ja. En onze wonderwater wassen. Kijk toch hoe mooi schoon de blauwe, de zilveren en de witte is. Bedankt Benno. Hey. Nou, ik was nog de koelkast in het inpakken. Lucietje was lekker aan het slapen. Kwam de buurman even op de Bonnefoy op de koffie. Hartstikke gezellig natuurlijk. Dus ik heb snel even de koelkast verder ingepakt. Maar hij is net weer weg. Ik had hier net even lekker een bakje koffie gedronken, jongens. En Liesje heeft even een banaantje gegeten, jongen. Dus ruimen we dit weer eventjes op. En Daniel is even alweer met de buurman weer lekker naar buiten. En Benno is nog met de ramen bezig, dus gaat Daniel zo ook weer even mee verder helpen. Ik kreeg ook nog van die leuke kleine flesjes wijn van de buurman. Voor kerst, oud en nieuw, zeg maar. En die zetten we altijd, eigenlijk altijd als we een flesje krijgen, zetten we die dus in deze kast waar jullie nu in staan. Ik zal het zo even laten zien. We drinken zelf niet zo super vaak alcohol namelijk. Helemaal omdat ik zelf natuurlijk nog borstvoeding geef. Maar ik vind het wel altijd leuk om te bewaren. En mocht er een keer een gelegenheid zijn dat we een flesje kunnen aanbreken. Maar het is ook leuk als een soort van herinnering of zo. Kijk, ik heb het nou even hier ingezet. En dit zijn allemaal flesjes. Daar ook, daarachter. Daar, achter. Die we dan hebben gekregen. En die zet ik dan zo leuk in deze kast. Wat ik eigenlijk ook nog wil doen voor vandaag. Ja, jongen. Is de winnaars die de cadeautjes hebben gewonnen. Ga ik even pakken. Dit heb ik hier neergezet. Ik weet niet waar ik jullie neer kan zitten. Hier had ik de cadeautjes neergezet die wij hebben gekocht voor het goede doel om aan jullie terug te geven. Voor de kindjes die iets wat minder hebben en toch een cadeautje willen geven. Dat hebben de kinderen zelf uitgezocht. En die hebben toen een winactie van gedaan. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Maar anders als je niet meer weet waar het over gaat, kijk dan even de video terug dat we... kerstcadeautjes kochten voor kindjes. Jullie, kijkers, hebben kinderen zelf gekocht in de speelgoedwinkel. Om aan jullie terug te geven voor degenen die het wat minder hebben. En al die cadeautjes heb ik hier neergezet. Toen gingen we natuurlijk op vakantie. En de hele vakantie heb ik voor de rest hier geen tijd meer gehad om dat allemaal uit te zoeken. En vandaag heb ik daar weer even de tijd voor gemaakt om dat uit te gaan zoeken. Dus ik ga deze even meenemen. Voor zover me dat gaat lukken. Ja. Lucie zit weer in zijn auto te spelen, jongen. Ja, kijk, en ik heb de cadeautjes hier even neergezet. Bedankt voor al jullie vele reacties onder deze post. Ik heb jullie verhalen echt met aandacht en liefde gelezen. Sommige verhalen kreeg ik echt kippenvel van. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet zeggen, want ik vind het gewoon eigenlijk... Je wilt gewoon de hele wereld helpen, bij wijze van. Je wilt ieder kind in Nederland helpen. Dat kan niet. Die kunde hebben wij natuurlijk ook niet. Maar we kunnen wel dit kleine beetje, wat ik hier heb staan, nou ja, klein beetje. Het zijn alsnog 10 cadeautjes. Die kan ik wel naar jullie gaan toesturen. Dus wat ik nu ga doen. Degene die ik heb uitgekozen. Zit je nou daarin te spelen? Heeft hij die deksel eraf gehaald? En dan zit hij daarin te spelen. Des te dankbaar voelt het voor ons dat we toch dit kleine beetje... Hè,
kan bijdragen aan de kinderen om alsnog toch nog een leuk cadeautje van ons op te sturen naar jullie. Dus ik ga nu degene die ik heb uitgekozen voor de cadeautjes, al die 10 mensen, ga ik privé berichten. Dus zie je er volgens mij ook niet, ja, ik weet niet of ik zoveel mensen kan taggen in één post. Het zijn 10 winnaars, ik weet niet. Ik heb nog nooit 10 mensen hoeven taggen in een winactie. Het had trouwens ook geen gesponsorde dingen, jongens. Sommigen denken ook van dat ik hier heel veel geld aan verdien of zo. Helemaal niet. We hebben gewoon dit zelf gekocht. Daar zitten we eigenlijk helemaal niet zoveel op social media. Het enige wat voor ons gewoon heel fijn is, waar we iedere dag iets willen delen, is op ons YouTube kanaal. Dit is gewoon puur een goed bedoelde actie naar jullie terug. En er zijn 577 reacties opgekomen. Sommige mensen denken ook dat ik op Instagram heel erg bezig ben met groeien en zo. Maar ik weet niet. Ja, ik denk dat de meeste volgers het wel zien. Ik ben helemaal niet bezig met reels maken, met stories plaatsen of wat dan ook. Om, ja, hè, waardoor je zou kunnen groeien. Want ik ben er gewoon niet echt mee bezig. Af en toe een leuke foto van ons, wat we hebben meegemaakt als gezin. Ja, dat we trouwens zijn genomineerd voor de jeugdfilm. Superleuke bijkomstigheid. Kijk, dat soort dingetjes vind ik dan wel om eventjes met jullie te delen. Vind ik dan wel leuk om mijn Instagram voor te gebruiken. Maar Instagram is voor mij gewoon puur een middel om leuke plaatjes te delen. En niets meer en minder dan dat, zeg maar. We hebben in onze e-mail best wel veel aanvragen die dan samenwerkingen willen met kortingscodes. Dat we dingen promoten en filmpjes en reels. Vooral heel veel reels willen maken en zo. En dan heb je dan een script wat je dan moet maken voor een product. Ze noemen dat campagnes, noemen ze dat, hè. Maar ik heb dat eigenlijk niet heel veel gedaan. Ik denk dat het op één hand te tellen is in mijn hele Instagram carrière dat ik een keer een samenwerking op die manier heb gedaan. Voor mij is die prioriteit helemaal niet hoog. Voor ons is het gewoon het gezin zijn, genieten met de kinderen en af en toe even de camera aanzetten om leuke vlogbeeldjes te maken, een leuk dagboekvlogje te maken van die dag. En dat is voor mij het belangrijkste. En natuurlijk mijn eigen YouTube kanaal vind ik ook super leuk. Is ook gewoon out of the blue ontstaan en daar ben ik gewoon lekker creatief mee bezig. Maar het is niet dat ik heel erg wil groeien op Instagram of dat ik dan nog meer campagnes kan doen, want dat is niet wat wij doen. Wij maken gewoon iedere dag een filmpje op YouTube en dat is voor ons genoeg, zeg maar. Dat is gewoon onze basis al jaren, nu 7,5 jaar, dat we dagelijks vloggen en uploaden en dat is gewoon een hele fijne, goede, basic basis. En ik hoef niet nog meer daaruit te halen, want het is nog meer werk, nog meer tijd en omdat ik gewoon heel erg graag ook gewoon moeder wil zijn, volledige aandacht wil hebben met mijn kinderen en niet continu met mijn telefoon zo zit. En nu denken sommigen dat ik ook continu met de camera zo zit. Maar ik zit veel minder met de camera, denk ik, dan een gemiddelde Nederlander met een telefoon in hun hand. Even dat gezegd te hebben, jongens. Ik heb wel even mijn Instagram erbij gepakt om dus, hè, die post uit te zoeken. 10 mensen, 10 winnaars uit te zoeken voor deze cadeautjes die ik heb neergezet. Ik weet nog even niet goed hoe ik het ga versturen. Ik denk dat ik een doos of zo moet hebben. Ik weet niet of ik het zo kan versturen namelijk. Doosjes moet hebben waar ik het in kan doen. Ik moet 10 verschillende soorten doosjes zoeken om dit in te stoppen, want het zijn 10 verschillende formaten. Ik heb niet allemaal dezelfde formaten cadeautjes. Dan doen we nog een leuk kaartje bij, een leuk briefje van ons, persoonlijk briefje van ons bij, lijkt me ook wel leuk. En dan ga ik ze naar jullie opsturen, jongens. Dus mocht je dit zien, heb je waarschijnlijk al van mij een privéberichtje gehad als je een van de winnaars bent. Want ik heb natuurlijk je postadres nodig om de cadeautjes naartoe te sturen. Dus dat is iets wat ik nu even ga uitzoeken, de winnaars voor de cadeautjes. Halen. Hey, Wolfie. Dat is mooi. Kan je het ook weer terugleggen in de kast? Kan je het ook weer terugleggen in de kast? Ja. Ja, ik zie het. Leg maar weer terug in de kast. Waar heb je het vandaan gepakt? Ja. Ja. Waar heb je het vandaan gepakt? Kom, gaan we de zakjes weer terug doen. Zo, terug in het doosje. Zo, weer terug in het doosje.
Zie je het? Waar heb je het vandaan gepakt? Doe de laas open. Uit welke la kwam dit? Ja. Ja, waar? Waar komt het vandaan? Ja. Ja? Terug in het doosje. Ja, dat was niet allemaal meer in het doosje. Het lag ook heel netjes in de kast. Kijk eens, waar heb je dat vandaan? Hier, hè? Uit de la. Hier lag het in. Ja, laat ze maar in, Lucius. Laat ze maar in. Ja, laat er nou maar uit. Het is toch wel altijd een doosje. Kom maar, leg hem weer in de la. Zo. Ja, leggen we alles weer in de la. Die kan in de prullenbak. Goed zo, jongen. Boefie. Hm? Ja. Horen jullie dat? Lucius, wat ben je aan het doen? Ja. Maar Lucius heeft de kastjes dus ontdekt. Kijk, wat ben je aan het doen? Hé. Hey. Ben je weer Jan Pan? Ben je weer Jan Pan in de keuken? Oh, Lucius. Ja, die hoort daarop. Leg maar weer terug in de la. Leg maar weer terug in de la. Leg maar weer terug. Ja, nee. Leg maar weer. Leuke jongens, zo'n lekkere anderhalfjarig in huis. Leg maar weer terug. Goed zo. Nee, laat maar liggen. Laat maar liggen. Nou. Oh, leg maar weer terug. Hij is zo op de onderzoekfase, zeg maar. Ik hoop dat er meerdere ouders zijn die dit een beetje herkennen. Dat er geen kastje meer veilig is. Ik kan moeilijk de pannen verhuizen naar een andere plek. Want dat is de enige pannenla die ik hier heb. Ja, leg die maar weer terug. Ja, kom maar. Doe het kastje weer dicht. Gaan we even naar jouw speelgoedkast toe. Zullen we eens kijken naar jouw speeltjes? Mm-hmm. Ja. Gaan we eens even kijken, want je hebt allemaal speeltjes in je kast liggen. Daar mag jij mee spelen. Dat zijn de pannen van mama. Ga mama straks weer lekker in koken. Hé, jongen. Kijk, gaan we eens even kijken. Oeh, hier heb je allemaal speeltjes. Kijk, hier heb je allemaal speeltjes. Ga hier maar eens even lekker spelen. Ja, kijk eens. En wat hebben we hier allemaal? Wat hebben we hier allemaal? Oh, ja, oh, dat gooit lekker om. Nou, ga hier even lekker mee spelen. Goed, de puzzel haal ik even uit. Ja, kijk eens. Deze mag je omgooien. Ga je daar lekker mee spelen. Wat zit er allemaal in? Oh, de iPad. Wat zie je het? Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is beter speelgoed. Gaat hij op de bank zitten? Als hij erop kan. Beentje erop. 1 sok is weer weg. Die vind ik straks alweer ergens. Goed zo. Ga je daar lekker zitten? Dat is een goed idee. Hm? Nou, en na dat poetsen en schoonmaken is het nog even tijd om een potje tennis te slaan met een andere vriend van mij die ze gewoon. Dus ik ga even een lekker balletje slaan op de tennisbaan. Ben ik klaar met alle Instagram-accounts op te zoeken. Die heb ik een privéberichtje gestuurd en die kunnen een e-mailtje sturen. En zo kunnen we alle adressen verzamelen om alle cadeautjes naartoe te sturen. Dus jongens, bij deze zijn dus de winnaars gekozen. Ik denk, ik post er voor de rest ook niet zo heel veel meer over, want dat is al best wel een tijdje geleden namelijk. Jullie zien het in de vlog en de winnaars die hebben van mij een berichtje gehad en die krijgen dit leuke speelgoed opgestuurd van ons. We moeten even dozen gaan opzoeken of verpakkingen gaan opzoeken. Hoe ik dit moet gaan versturen. Dat zijn allemaal andere vormen namelijk. Ik ga zo meteen even Luan, Lucilla en Luxie ophalen. En ik ga eventjes naar de winkel hier in het dorp om te kijken of ik doosjes kan vinden om deze verpakkingen in te versturen. Zodat we ze straks op de post kunnen doen als ik de adressen binnen heb. Zo, daar zijn we weer. Lucius, Luxie, Lucilla en ik zijn weer in de auto. En we gaan even naar de kick. Ja. Niet de familie, niet de familiekik jongens, maar de kik, een kek. Winkel. Volgens mij is het de kek. Nee, het is de kik. Oh, ik dacht de kek. Maar wij gaan dus nu naar de winkel, kik, om wat te kopen. Dozen voor... Speelgoed. Speelgoed. Dat jullie hebben gekocht voor andere kinderen. Ja, dus dat gaan we doen. Tikkutikkutik, salonana. Is Luan weer thuis, jongen? TikTok liedje. Is Luan weer gek in het doen? Ja, is Luan weer gek aan het doen.
met grote zus. Dozen gevonden bij de supermarkt. Dus even kijken of we hier maatjes bij hebben zitten. Het zijn wel niet van die gênante doosjes. Maar dan mag ik deze niet uit. Dit is wel te klein. En deze bananendoos zijn veel te groot. Veel te groot en veel te klein. Oh, dat wordt hem niet, jongens. Dat wordt hem ook niet. Nou. Nou, jongens, we zitten weer in de auto. Maar we zijn niet geslaagd voor de dozen. We waren ook nog even bij de Albert Heijn geweest, maar daar hadden ze wel heel veel dozen, maar veel te groot of veel te klein, maar niet als tussenmaatjes. Ik weet nou niet welke voor een doos, waar ik de dozen voor nou moet halen. Dat is even een project van een andere keer, jongens. Die parkeer ik heel even. Tot de volgende dag. Allemaal geluiden hier. We gaan nu lekker naar huis, het is net aan het eind van de middag alweer. Dus we gaan lekker naar huis, kinderen gaan thuis lekker keuvelen, lekker spelen en dan ga ik even eten koken. Want dan is het alweer bijna het einde van de dag, jongens. Ja. Ja. Hoppatee. Nou, op naar huis, zeggen we dan. Let's go. En we zijn weer thuis. Ja. Volgens mij wil jij een hond nadoen, of een panter. Hey, Pip, die denkt al, wat is dat? Wat doe jij nou? Wat is dat, Pip? Nou, het hele clipje is weer compleet, jongens. Hij zit kleine Fella weer in. In de auto! Kom jongen, we gaan naar binnen toe. Kom, we gaan naar binnen toe. Oh, we gaan naar binnen. Ja, daar. Binnen heb je ook een auto. Heb je ook een auto, hè? Hé, hey, Woezel! Hé, hey, Woezeloek! Nou, gaan we naar binnen toe, jongens. Nou, en we zijn weer. Woezie. Zo, hoezo is helemaal druk. Terwijl de kleinste twee nog aan het kijken zijn naar onze eigen Penninga bioscoopfilm, wou ik zeggen, maar op onze Penninga film. Inmiddels niet meer in de bioscoop, maar gewoon lekker op Netflix voor iedereen te kijken. Dus hopelijk vinden jullie hem ook allemaal leuk. En kun je hem eigenlijk net zo vaak kijken als je zelf wil. Dat doen wij hier thuis ook. Kinderen vinden het super leuk dat hij op Netflix te zien is. En ze vinden het ook heel erg bijzonder dat hij op Netflix te zien is. Als we Netflix openen en dan zien we onszelf, dan is het echt nog even van, oh ja, dat is onze eigen film. Dat is heel gek is dat. Maar goed, ik loop even hierheen. Dan moet ik even kijken waar Luan en het... Oh ja, die is hier. Kijk, Luan die heeft nog steeds zijn kerstspullen op zijn kamer staan, nog jongens. Nog steeds, ga ik vandaag echt niet doen. Die gaat hij, jawel. Vandaag? Ja, gaan opruimen. Nee, je moet je huiswerk nog maken. Ja jongens, dat is het leven van een tiener. Huiswerk maken. Lucilla die heeft wel haar kamer helemaal opgeruimd met Luxie. Van die gaat zijn kamer even fixen, huiswerk even maken. Ja, hij heeft hier, s'avonds drinken wij altijd nog samen lekker een kopje thee. Thee? En dat vindt hij altijd heel leuk om voor mij een kopje thee te zetten. Ja, je mama heeft een nieuwe theezak gekocht. Ja, dit is Turkse appel. Kregen papa en mama in een sauna resort toen wij daar een hamam hadden gedaan. En die heb ik toen onthouden en ik zag hem net in de winkel liggen. En ik denk, ja, die neem ik mee, want die mag je ook wel eens een keer proeven. Vind je hem gewoon vanavond... En zoethout. Kijk, deze vind ik ook wel lekker. Ja, en zoethout. Zoethout thee. Lekker. Dus, nou, en je moet nog even je sommen maken. Dat had je papa beloofd vanochtend, hè? Ja. Mam, ik ben gisteren echt al heel lang mee bezig geweest. Ik moet gewoon even op de bank chillen.
Ja, maar dan ga je vanavond, voordat je gaat slapen, nog even je sommen doen. Paardsommen hadden we afgesproken. Juffrouw had gemaild, hè, dat alle kinderen moesten oefenen voor de som. Het zei gedeeld doorsommen en die vindt het niet zo lekker. Dus ik snap het ook wel dat het niet wil. Maar goed, hè, aldoende word je steeds beter, Lu. Dus, hij moet zo nog even zijn huiswerk maken. Ik heb volgens mij een vette vlek op de lens. Zie ik hier. Ik ga zo eten koken, jongens. En dat was me wel weer een dagje. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden weer. Heel anders dan onze vakantievlog natuurlijk. Weer gewoon een beetje het huis, tuin en keuken gebeuren rondom ons heen. Gewoon zoals het bij ons is. Ja. Kijk. Ik zag de tand van je. Maar ja. Dat was de neptand. Ja, dat was de neptand, hè. Kijk. Kijk dan. Zie je gewoon jezelf op Netflix. Is nog steeds heel gek, jongens. Om hier mezelf gewoon op de tv te zien. Is echt heel gek. Nou, niet alleen mezelf. Maar ook mijn eigen kinderen. En Daniel. En gewoon ons hele huis. Kijk, hier is gewoon ons huis. Hier is de film opgenomen. Het blijft toch heel erg bijzonder. Dus dankjewel ook allemaal voor jullie die hebben gestemd voor de Zapp Awards. Want daarvoor zijn we dus genomineerd. Voor iedereen die de film heeft gezien en het echt een leuke film vindt, stem even op de Zapp Awards. Dat kan je doen onder de link hieronder voor de favoriete jeugdfilm. En wie weet, jongens, komen we in de top 3 terecht. Nominatie in de top 10 is alweer hartstikke leuk. En de top 3 is ook natuurlijk hartstikke leuk. En misschien winnen we wel een award. Zou helemaal een kerst op de taart zijn, jongens. Maar nu ga ik even lekker koken. Deze kleine man die gaat met mij meehelpen. Dada. En dan gaan we zo lekker eten. Hé? Ga ik eens even kijken. Ik denk dat we aardappeltjes gaan doen vandaag. Lekkere aardappeltjes met boontjes. En een stukje vlees. Vind ik wel een goed idee. Ik zie dat we een lege batterij hebben, jongens. Dus ik zet nog een pakje koekjes. Oeh. Wat eten we vandaag? Is altijd weer graag. We hebben hier lekkere aardappeltjes, schijfjes, bolletjes. Even kijken. Ik doe vaak een paar boontjes, een paar broccoli stukjes en worteltjes. Koken in een pannetje met een bouillonblokje. En dan hebben ze alle drie wat groentes in één, zeg maar. En dan nog lekkere aardappeltjes erbij. En een stukje vlees. Ik heb nog van die shawarma. Komet vleesjes. Van die kleine komet vleesjes. Die blijf ik eerst maar even opmaken. Dus mini kipnuggetjes, cordon bleu'tjes en worstjes. Die gaan er erbij. Nou, gaan we vast beginnen met koken. Als mama aan het koken is, ga jij altijd lekker erbij zitten. Best wel gezellig. Oh-oh. Bingo. Voor degene die op mijn eigen YouTube-kanaal de video heeft gezien met 15 verschillende kerstcadeautjes. Die heeft ook gezien dat ik dus zo'n wierook dingetje heb gekocht. En dit is een van die wierookballetjes. Ik steek hem even aan. Nu is hij aan. En nu heb ik hier dus... Ja, ik zal het jullie even laten zien. Is hij aan? En als het goed is, ga je dus zometeen zien dat de rook van het wierook hier helemaal doorheen gaat. Zal ik jullie zometeen laten zien. Eerst pak ik even de pannen die ik ga gebruiken om de groenten te koken. En de vleesjes te bakken. En de aardappeltjes te bakken. Met vleesjes in de pan, groenten in de pan en de aardappeltjes. En de aardappeltjes lekker in de pan. En jullie? Gaan naar de konijnen. Gaan naar de konijnen. Kijk, hier heb ik de bakken al. Even kijken, eentje voor jou. Oh, eentje voor jou. Oh. Zo. Oh, ja, lekker bezig, man. Lekker bezig, man. Lekker bezig. Alsjeblieft. Nou, we doen de groentjes en de konijntjes, hè? Ja. Ja, met heel veel reinigingsdoekjes. Dat is liefjes, hè? Oh. Gaan we het even tegen mijn ogen zeggen. Ik zet jullie even erin. Kijk eens. Alsof jullie ook een wortel zijn. Maar de konijnen kunnen we niet eten. Nee, maar ik haal jullie er toch zo uit. Kom maar. Oh, het is koud. Nou ja, oh jongens, jullie liggen eruit. Ik wil doen wel via binnen hoor, koud. Ik vind het buiten nog net iets te koud. Zo, nou, die zijn hier. De bakjes. Lekker hoor.
we kunnen. Naar huis. Als een konijn. Kijk, nu kan je het mooi zien. De wierook gaat dus van dat trapje naar beneden, maar er is heel veel wind zo. Dus het is de bedoeling dat hij naar beneden gaat, maar ik beweeg hier, dus er is de lucht beweegt hier. Maar anders gaat dus die rook zo helemaal beneden door dat trapje heen. Superleuk, ik vind het perfect. Het geurtje van wierook altijd zo lekker. Nou ja, ondertussen... Oh. Ondertussen... Nou, gaat lekker. Ondertussen is het eten bijna klaar en kunnen we zo lekker aan tafel. Eet smakelijk. Dag. Wacht alleen nog even op papa. Het clubje is weer helemaal compleet. Mm-hmm. Nou, we hopen dat jullie het leuk vonden vandaag om met ons mee te kijken. Doe dan even de... Duimpjes omhoog. Even abonneren en op het belletje klikken. En zien we jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. De dag, want de tijd vliegt snel voorbij.